Hallo allemaal, ik ben van de website Magie en ik ga voor jullie vandaag een truc uitleggen. Ik begin met een pakje kaarten. Het is een standaard bicycle pakje. En ik ga voor jullie vandaag een niet zo'n hele moeilijke truc uitleggen. Natuurlijk, zoals altijd, doe ik hem als eerst voor. En daarna laat ik de uitleg zien. Als eerst laat ik de kaarten schudden. Dat kan ik ook zelf doen. Maar dat kan de toeschouwer ook doen. Omdat ik hier geen toeschouwers heb, doe ik het zelf even. Ik heb een spel kaarten met allemaal verschillende kaarten. En ik pak de bovenste kaart. Dat is de harte 2, zoals je kunt zien. De harte 2 steek ik in de stapel, zo, waardoor hij echt ergens in de stapel zit. Als ik dan één keer schud en ik geef een knip, komt hij gewoon weer bovenop. Hallo allemaal, ik ga nu natuurlijk, als gewoonlijk, ook nog de truc uitleggen. Als eerst begin je om het kaartspel te schudden. Dat kan ook de toeschouwer doen. En dat hoeft niet op een speciale manier. Je kan het spel kaarten ook laten zien aan de toeschouwers. Dat is dan gewoon normaal spel kaart is. Dan begin je de truc. Als eerste doe je eigenlijk een dubbel lift. Een dubbel lift is dat je twee kaarten pakt en het lijkt alsof je één kaart pakt. Dat doe je door je gaat heel rustig door het spel kaart heen. En als je ziet dat je twee kaarten hebt, dan stop je. Als je dat ziet, dan draai je het spelkaart, de kaart om en dan lijkt het net alsof je één kaart hebt. In werkelijkheid heb je nu gewoon twee kaarten. Als je dat goed onder de knie hebt, dan kan je eigenlijk gewoon de truc beginnen. Dus je doet een dubbel lift. Je kan het ook op YouTube vinden. Gewoon dubbel lift. En dan Je pakt de twee kaarten en dan zeg je, oké, ik heb de bovenste kaart en ik draai die om en ik steek die in de stapel. Terwijl je nu eigenlijk een andere kaart in de stapel doet. Dus je zegt, ik pak de bovenste kaart en ik doe die in het midden. Maar eigenlijk ligt hij gewoon nog bovenop. Dus je zegt, je kan ook een verhaaltje bij verzinnen. Maar ik zeg nu even gewoon, als ik dan in mijn vingers knip, komt de kaart weer bovenop.